We zijn vandaag met het bestuur van het Schipholfonds op een van de mooiste plekjes in Noord-Holland. In Westgrafdijk, aan de Kanaaldijk nummer 3. Daar is een school, de Vinkhuizenschool. Ik ben aangekomen met het bootje waarmee sommige kinderen van de overkant van het water ook 's ochtends hier naartoe gevaren worden. En dat was echt ontzettend leuk. De Vinkhuizenschool heeft een aanvraag gedaan voor een speciale donatie. We gaan bekendmaken nu welk bedrag wij als Schipholfonds mogen bijdragen aan dit schitterende sportveld. 39.694,05 euro. Dit was überhaupt nooit van de grond gekomen als de gemeenschap zelf niet zo heel erg had bijgedragen. Er was al heel veel zelf gedaan. Dat is de man, de Goudvink. De naam van het sportveld is de Goudvink. De vink voor de naam die ook in onze school zit, Vinkhuizenschool. Goud voor wat wij met onze kinderen willen bereiken, namelijk goud. Voor de school is het vooral gebruikt voor gymlessen. Daar zijn we heel erg blij mee. En daarnaast kan de voetbalvereniging ook bij slecht weer er ook gebruik van maken. Vroeger moesten we altijd met de bus helemaal naar de Grijp toe. En nu kunnen we ook hier voor voetballen en handballen. Het is duurzaam. Het is modern. Het is zeer multifunctioneel. En de hele gemeenschap kan ervan profiteren. Op het pleintje kan je handballen, voetballen, tennissen, volleyballen en basketbal. Ik ben heel blij dat het sportveld er staat, want dan kunnen we met onze vrienden en vriendinnen na schooltijd daar spelen. Nu kunnen we ook een keertje bijvoorbeeld hier handballen en dat is natuurlijk superleuk. Kortom, een prachtig project, een prachtige naam. Het Schipholfonds, een geweldig fonds in beweging. Yeah!